Hey, wat fijn! Een speluitleg van juf Carlijn. Wat fijn dat je weer kijkt. Vandaag gaan we het Rolf Original spel doen, Ridderrijk. Doe je met me mee? Ik heb het spel uit de doos gepakt. Dit is het eerste spel van de drie spellen uit het spel Ridderrijk. We gaan nu het spel spelen Ga je mee door het bos. Ga je mee? Wat heb je nodig om dit spel te spelen? Dat is het doosje euromunten, twee dobbelstenen, degene met 1 tot 6 stippen en 1 tot en met 3. Dit is de rode dobbelsteen en deze is zwart. Je hebt het spelbord nodig, het kaartje met de jonkvrouw, de verzamelplaat waar je de euro's op kan leggen en net zoveel pionnen met spelers die, met wie je bent. Wat is je doel? Je moet zoveel mogelijk euromunten verzamelen als je bij het kasteel bent. Degene die de meeste euro in munt heeft, die verdient het kaartje met de jonkvrouw erop. Ik ga je een voorbeeld geven. Daar komt hij aan. Ik begin met het gooien met de rode dobbelsteen met de stippen 1 tot en met 3, want dat zegt hoeveel stapjes ik mag zetten. De eerste worp die ik doe is 3. 1, 2, 3. Ik kom op een groen vakje en dat betekent niks. Je mag gewoon verder gaan of even wachten op je beurt, want eerst is natuurlijk een volgende speler. Nu gooi ik weer 3. Tel maar mee. 1, 2, 3. Nu kom ik op het kistje met geld. Dat betekent dat ik met de zwarte dobbelsteen mag gaan gooien. Als ik 3 gooi met de zwarte dobbelsteen, betekent het dat ik 3 muntjes mag pakken. 1, 2, 3. En die leg ik dan op mijn kaart. Hierna gooi ik weer met de rode dobbelsteen. Nu gooi ik 2. 1, 2. Niks. Ik gooi 1. Oh jee, ik kom op de draak. Dat betekent dat ik weer met de zwarte dobbelsteen moet gooien. Nu komen er geen muntjes bij, maar nu gaan ze er af. Ik heb 5 gegooid. Dat betekent dat er 5 muntjes weg moeten. Ik heb er alleen maar 3. Dus dat betekent dat alle 3 mijn muntjes weer in de bak moeten. Oh jee. En zo speel je het spel verder. Je gooit met de rode dobbelsteen. 1, 2. Je komt op het kistje. Je mag weer met de zwarte dobbelsteen gooien. Hé, 1. Dat betekent 1 muntje pakken en die leg je op je kaart. Ik heb nu 1 muntje op mijn kaart. Wat je nu doet, is dat je verder gaat. Je speelt natuurlijk netjes om en om. Degene, als je allemaal bij het kasteel bent, ga je kijken wie de meeste euromunten op zijn of haar kaart heeft. Degene met de meeste munten, die heeft het spel gewonnen. En als je gewonnen hebt, verdien jij de kaart van de jonkvrouw. Ik ben heel benieuwd of het jou lukt om de kaart te veroveren. En ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. En wie weet tot de volgende keer bij een speluitleg van juf Carlijn.